Kerk 2030 is een beweging die om kerken draait. Maar kerken staan onder druk. Hoe gaat het met kerken? Hoe moeten ze verder? We hebben liefde voor de kerk. Omdat de kerk het lichaam van Christus is. Het huis waar de Heer woont, waar Jezus woont, waar liefde woont. Maar ervaar je dat ook zo? Dat er liefde woont? Nou, heel eerlijk, ik heb dat niet altijd in mijn jeugd zo ervaren. De kerk waar ik in opgroeide was vooral een touwtrekkerk. Er gebeurde veel, maar liefde? Hoe ontmoet je Christus dan? De kerkvader Calvijn zegt, Christus komt tot ons in het gewaad van de schrift. De schrift. Maar is geloven dan dit boek lezen, de Bijbel? Ik denk dat het in kerken vaak erg rationalistisch aan toe is gegaan. Dat geloven daardoor een soort HBO-tekstverklaring leek. En krijg je daar ook niet juist veel getouwtrek van? Of lauwheid? Is dat niet de tegenreactie? Christus is voor mijn zonde gestorven. Ja, het wat flauwe antwoord waarmee je denkt altijd weg te komen op catechisatie. Maar wat betekent dat nou echt? Het zal misschien allemaal wel. Of ik ben helemaal geen lezer. De Bijbel, geloven... Ik ben geen lezer, hoe moet dat? Ik denk ook wel dat we daardoor in een sfeer terecht zijn gekomen van het klopt wel, maar het klopt ook weer niet. Het hart klopt niet. Waar gaat het nou om? Hoe dan wel? Bonhoeffer zegt, de kerk is geen instituut, maar de kerk is een persoon. Of zoals Calvijn zei, Christus komt tot ons in het gewaad van de schrift. De Bijbel is geen doel in zichzelf, maar het is een middel om Christus te leren kennen. Het gaat om Hem. Christus die van boven komt, niet van beneden, niet bij mij vandaan. En Christus die ons ook op het spoor wil zetten dat alles om Hem draait. Hij zegt dat wij de schriften onderzoeken, maar dat ze allemaal getuigen van Hem. Het draait om Hem. En dat is existentieel. Hij is een persoon. De praktijk waar ik heel erg graag in zou willen oefenen in de kerk, is dat we Christus ontdekken in elke tekst. Christocentrisch Bijbel lezen. En dat dat wat doet. En hebben we dan de oplossing? Nee, dat denk ik niet. En de leerlingen van Jezus hadden dat gevoel ook heel vaak niet. Maar als Jezus ze daarop bevraagt, dan zeggen ze wel, maar waar zouden we dan moeten gaan, Heer? U hebt woorden die eeuwig leven hebben. Bij Christus gebeurt het. Daar is leven, eeuwig leven, dat voelen ze aan, dat verlangen, die liefde. Die vind je, denk ik, dat hoop ik. Hier wil ik zijn, dat je geraakt wordt door Christus. En zo'n kerk komt in beweging. Zou het lichaam van Christus dan niet opstaan?
with my hair. If I could be hartelijk welkom vanavond op dit tweede webinar van Kerk 2030. Fijn dat jullie allemaal ingelogd zijn. Mijn naam is Klaas Koelewijn en ik ben vanavond weer jullie host. En naast mij zit William Wilmer Blijdorp. Dag, we kennen elkaar. Wij kennen elkaar, Wilmer. Fijn dat je er bent. Om onze spreker te zijn over het onderwerp vertrouwen op de kracht van genade. En jij vond het belangrijk om met dit lied te beginnen. Kan je daar wat meer over zeggen? Ja, dit is een lied van The Violet Burning. En dat is een band die nou al 30 jaar of zo goede, mooie muziek maakt. En al vanaf dat ik in mijn tienerjaren echt het geloof voor mij begon te leven, leerde ik deze band kennen. En dit nummer, dat triggerde me altijd een beetje van laat me de hoer aan uw voeten zijn. Wat is dat nou voor een raar gebed eigenlijk? Maar goed, daar gaat het vanavond precies over. Dus, okay. Nou, daar gaan we het verder over hebben. Ja. Daar gaan we het straks over hebben, dat is mooi. En ik ken wat Wilmer zei al iets langer. Want hij heeft jarenlang is predikant geweest in Brunsum. En ik woon in Maastricht, zoals jullie weten. En ik heb hem in 2017 gevraagd of hij meeging naar een conferentie. Wat nu uitgemond is, is wat we nu gezegd hebben. Dat was de startconferentie van Kerk 2030. En misschien, Wilmer, je bent er nog steeds. Je zet jezelf in voor Kerk 2030. Waarom doe je dit eigenlijk? Nou, wat ik heel gaaf vond aan de verschillende conferenties met Kerk 2030 die we gehad hebben, is dat daar steeds ontmoeting centraal stond. En dat je echt met mensen door kon praten, elkaar van hart tot hart kon ontmoeten. En volgens mij is dat superbelangrijk in kerk zijn. En dat is voor mij een beetje het DNA van dit gebeuren. En wat dat betreft is zo'n webinar natuurlijk een beetje niet helemaal in het DNA, nee. Maar... goed, het kan nu even niet anders. Ja. Het is de next best, hè? En we gaan, dit is de tweede keer. En waar ik naar refereerde was de conferentie met onder andere twintigers en dertigers. Waar Wilmer er dus één van was. Waarin we nagedacht hebben, wat betekent het nou om kerk te zijn in 2030? Maar veel belangrijker, wat betekent dat voor vandaag? Nou, daar zijn 6 praktijken uit ontstaan. Die 6 praktijken zien jullie nu in beeld, als het goed is. En daarvan hebben we vorige maand het eerste... het eerste webinar gehad onder leiding van Reinier Kramer. Dat ging over Christus zien en God ontmoeten. En hij legde de nadruk op de praktijk om christocentrisch naar de Bijbel te luisteren. Dus christocentrisch Bijbel lezen. En vandaag staat dus vertrouwen op de kracht van genade. En ik ben zeer benieuwd wat daar praktijken voor zijn. En daar gaat Wilmer gaat daar ons straks meer over vertellen. Wat gaan we precies doen, dit programma? We gaan dus naar Wilmer luisteren. In naar 3 verhalen. Na het eerste verhaal gaan we in kleine groepen uiteen. Daar zal ik straks iets meer over vertellen. Na zijn tweede verhaal kijken we naar een filmpje. En na het derde verhaal gaan we weer in kleine groepen. En daarna zal Wilmer het met ons afsluiten. Dan is het ongeveer kwart voor... ongeveer kwart voor 9 en dan rond ik het af met hoe nu verder. Ik wens jullie een heel fijn webinar. Wilmer. Dankjewel Klaas dat je me het woord geeft.
En Wilma, ik moet je nog één keer in de reden vallen, want ik vergeet iets zeer essentieels. We zijn namelijk ook gewoon, dat weten jullie, of degene die, om met elkaar te gaan bidden. Dus weet goed dat ik eerst nog voor je bid. Zeker. Laat ik dat dan nu gaan doen. Heer de grote God, lieve Vader, we loven en prijzen u. We danken u dat u onze hemelse Vader bent. We danken u dat we in het vertrouwen mogen leven dat u terugkomt om alles perfect te maken. En we danken u dat we, ondanks dat we veel gebrokenheid zien, we toch mogen leven in uw liefde. Dat we uw liefde mogen ervaren naar elkaar toe, naar onszelf toe, naar onze omgeving toe. Heer, ik wil u bidden voor deze avond. Ik wil u specifiek ook bidden voor Wilmer. Wilt u hem de woorden geven, uw woorden? Geef dat hij de voorbereiding die hij getroffen heeft ook zo mag brengen dat het overkomt in onze harten. Dat we ook daadwerkelijk daar iets mee gaan doen. Dit bidden we u in Jezus' naam. Amen. Amen. Goed webinar. Wilmer. Een deel in mij is trots. Niet op een leuke manier, maar akelig, venijnig, trots. Een deel in mij wil applaus, wil verering, wil bevestiging. Een deel in mij is daarom ook competitief. Op zoek naar mensen die mij hoog waarderen in de lijstjes van leuke, slimme, wijze, goede mensen. Een deel in mij is trots en wil als God zijn. Onkreukbaar, briljant, liefdevol, trouw, verheven. Een deel in mij is ook ongeduldig. En dat heeft misschien wel wat met het andere deel te maken. Maar je zou het eens aan mijn kinderen moeten vragen. Tjonge jonge, wat is die man ongeduldig als wij met lange tanden onze broccoli eten. Of als we gillend door huis rennen. Of als we ijverig onze vetertjes strikken, maar het toch te langzaam gaat, want school begint bijna. Een deel in mij is laks, heeft geen zin, is lui. Doet niks. En dat kan ook als niemand kijkt. Een deel in mij is te ijverig, loopt te hard. Kijkt niet naar de behoeftes van anderen. Is bezig met zijn eigen programma. Vermoedelijk om te zorgen dat ik op zijn minst trots kan zijn op mezelf. Een deel van mij is arrogant. Kijkt op anderen neer. Rolt met de ogen als mensen dingen zeggen of dingen doen die ik niet begrijp, die alleen maar mijn hoon kunnen wegdragen. Een deel waar ik vooral last van heb als ik tv kijk. Een deel van mij is, ach weet je, laat dat deel van mij maar zitten. Ik ben zo. Tot in het diepst van mijn vezels, tot in de uithoeken van mijn hersenpan, tot in de krochten van mijn ziel, smult het kwaad om af en toe op te laaien. Vooral op mijn beste momenten. En dit hier, wat we nu aan het doen zijn, hè, zo'n webinar, dat is ook zo'n dingetje. Het is eigenlijk een heel mooi voorbeeld, maar het zou ook een kerkdienst kunnen zijn. Gelegenheden waarin zomaar die trots opspeelt. Die behoefte aan verering en bevestiging naar boven komt. Dit webinar kan een deuk in mijn ego worden of een boost voor mijn hoogmoed. Ik doe dit niet graag hoor, mezelf zo aan jullie presenteren. Want wat denk jij nu over mij? Vind je me raar? Voel je weerstand? Vraag je vooral af waarom dit rare begin van zo'n webinar? Of ben je wantrouwend? Dat zou terecht zijn. Want waarom begin ik zo? Wil ik opvallen? Wil ik scoren door zo openhartig te zijn? Dan nog zo'n opzichtige trui erbij aantrekken? Waarom heb ik het de hele tijd over mezelf? Is dit het trotse deel in mij wat likes wil scoren? We zouden het toch hebben over Kerk 2030? Ik kan het me voorstellen als je me wantrouwt. Of als je weerstand voelt. Wat een naar, trots, eigen gereid, ikgericht mannetje. Ik kan me ook voorstellen als je zit te psychologiseren van, hoe kan het dat hij deze krachten in zich heeft en dat hij zo wil beginnen? Maar wat er gebeurt nu tussen jou en mij, heeft alles te maken met de kerk van 2030 die wil vertrouwen op genade.
Maar voordat ik daarover doorpraat, wil ik echt eerlijk zijn en nog wat olie op het vuur van jouw wantrouwen of van jouw weerstand gooien. Want ik ben nog erger dan je nu denkt. Toen ik dit allemaal zo zat te verzinnen, zat voor te bereiden, wat ga ik zeggen, hoe ga ik het aanpakken, wat ga ik doen? Toen moest ik denken aan een citaat van een bekend politicus, een leeftijdgenoot van me, Thierry Baudet. Die schijnt gezegd te hebben dat als hij wel eens iets van zichzelf terugleest of terugziet, dat hij dan denkt, dit is echt ongelooflijk goed. En terwijl ik dit zo zat voor te bereiden, dacht ik dat ook. Dit is echt ongelooflijk goed. En dat vervulde me met vreugde. En dat was niet vreugde omdat het goed zou zijn voor Jezus of voor het Koninkrijk of voor de kerk. Nee, het was vreugde voor mezelf. Voor mijn eigen ego. Dat is wie ik ben. Blijkbaar is dit wat er in mijn binnenste huist. Over de bebloede rug van Jezus ben ik bezig mijn eigen koninkrijkje te pimpen. En met elke trotse, egocentrische gedachte jas ik de spijkers dieper door zijn polsen. En dieper. En dieper. En als je nu besluit om te stoppen met dit webinar, dan kan ik me dat voorstellen. Maar misschien nog één ding. Want door deze egotripperij heen sluimert ook iets anders in mijn ziel. Durf ik te vertrouwen op de kracht van genade? Als ik zo mijn schuld belijd, de zieke en verrotte delen van mijn denken en voelen hier met jullie deel, durf ik dan te vertrouwen dat er genade is? Of is er oordeel? Van God, van mezelf, van jullie? Kan ik er juist in het lichaam van Christus op vertrouwen dat er genade is? En als ik daar niet op kan vertrouwen, heeft het dan überhaupt zin om na te denken over de kerk van 2030? Zometeen gaan we met elkaar in gesprek in breakout rooms. En het thema van vanavond is dus vertrouwen op de kracht van genade. En de eerste breakout room zal gaan over wat ik net gedaan heb, biechten. Je schuld belijden. En dat is omdat ik denk dat biechten en schuld belijden en besef van je kwaad, dat dat heel belangrijk is als het gaat om ons vertrouwen, persoonlijk, maar ook als gemeenschappen, op de kracht van genade. En als ik het over schuld en biechten en kwaad heb, dan gaat het me niet zozeer om ons gedrag, de dingen die we fout gedaan hebben. Ik kan deze duisternis van mezelf best aardig verbergen door een keurige, fatsoenlijke dominee te zijn. Aan mijn gedrag hoef je niet per se te zien wat er in mijn binnenste huist. Terwijl daar wel van alles aan de hand is. Daar woont de slechtste versie van mezelf. Dus daar gaat het me om bij biechten. En ik zal daar zo meteen nog wat meer over zeggen. Maar eerst mogen jullie met elkaar in gesprek. Nou, jullie hebben het over biechten gehad. Ik denk dat vormen van biechten en schuldbelijden essentieel zijn voor leven uit genade. En ook essentieel zijn voor de kerk van de toekomst. En ik weet dat er ook wel geluiden zijn en theologische stemmen die zeggen, we moeten een beetje loskomen van al dat spreken over zonde. We zijn verlost, we zijn gered, we moeten leven in vreugde, het nieuwe leven. En hou nou eens op met dat gesomber over zonde. En ik kan me daar ook zeker iets bij voorstellen. En zeker als het gesomber over zonde een soort van gesomber wordt over je redding. Als elke keer weer het eeuwige leven op het spel staat. En ik zou absoluut niet van elke biecht of schuldbelijdenis zo'n verhaal willen maken, zo'n zwaar verhaal. Maar juist als christen, als kind van God, die zich inzet voor zijn koninkrijk, dus in relatie met God, wil ik tegen God kunnen zeggen, dit ben ik. Er is van alles in mij
ook allerlei rottigheid. En dat geef ik ook aan u. Ik vertrouw mezelf niet. Ik dien mezelf zo gemakkelijk. En daarom vertrouw ik mezelf aan u toe. Want alleen dan kan ik vrucht dragen. En als ik daarover ga zwijgen, als die gedachten en die gevoelens van mijn hart er niet meer mogen zijn, want ik ben toch verlost en ik heb toch de geest in me, dan wordt ook de kerk en het koninkrijk een nepwereld. Vol beste versies van jezelf. Terwijl het zo bevrijdend is dat in de kerk, dat in mijn leven met God, er een plek is voor die slechtste versie van mezelf. En dat dat geen breekpunt is, geen stok in het wiel van het goede leven, maar juist de startmotor. Daar begint het. En dat zit ook, en dat doe ik vanavond steeds, het verbinden aan de liturgie van de kerk. Want dit zit in die aloude liturgie van schuldbelijdenis en genadeverkondiging. Wat is dat een ongelooflijk krachtig gebruik als mensen dat echt beleven met een blik op hun eigen hart. Gewoon elke week opkomen dagen, als het weer kan straks. Maar ook nu online. En te midden van de gemeente aan God opbiechten. Dit ben ik. Dit zit er in mij. Ik verloochen u. Het is zo. Wees mij, wees ons zondaren genadig. En wat is dat ook een heerlijke, krachtige, bevrijdende praktijk in onze samenleving. Waar zoveel in het teken staat van etaleren, van shinen, van presteren, van profileren. Van de beste versie van jezelf laten zien. Dat er een plek is waar je terecht kunt met je duisternis. Met de versie die jij ziet als je in de spiegel kijkt. Die versie die jij zo goed kent. God kent die ook. En hij heeft je lief. Hij vergeeft. Hoe heerlijk is dat? Dat mag je relatie met God bepalen. Dat mag ook je relatie met jezelf bepalen. Dit is wie ik ben, een zondaar, absoluut. Maar niet los van Gods liefde. En zo ervaar ik dat zelf ook in mijn leven. Dat is een strijd. Daar heb ik ook iets van laten zien aan het begin van dit webinar. Maar door de geest heb ik ook groei mogen ervaren in het omgaan met die duistere onderstromen in mij. Dat eigen koninkrijkje van mij, dat is er altijd. En dat kan zomaar ook sterker worden dan Christus, dan zijn koninkrijk. Zomaar sterker ook dan het verlangen dat ook in mij is om Christus te verkondigen en om zijn koninkrijk te vertegenwoordigen. En ongetwijfeld struikel ik daarin ook met regelmaat. Maar ik geef het elke dag over aan de Heer in gebed. Hier zijn mijn gemixte verlangens, mijn eigen belangen, mijn eigen zondige verlangens. Maar ook mijn verlangen om u te dienen, u te volgen, u te eren. En ik kan het kwaad in mijzelf niet verslaan. Ik kan mezelf niet aan mijn haren uit het moeras trekken. Maar ik vertrouw op de kracht van uw genade. Dan zult u mij vrucht laten dragen, omdat u het in mij doet. God gebruikt geen perfect gepolijste, blinkende mensen die helemaal af zijn. Nee, God gebruikt roestige, kromme, vlekkerige, belaste mensen die zichzelf aan hem geven. Die gebruikt hij en zo slaagt hij. En daarin proef je de kracht van zijn genade. Biechten dus, en ik noemde dat nu vooral in twee contexten, hè? In je persoonlijk leven en in de eredienst. En ik zou jou en mezelf en de kerk van de toekomst uit willen dagen om daarin ook andere contexten voor te vinden. Want biechten in je persoonlijk gebed voor God en schuldbelijden in de eredienst, ja, dat kan zomaar een vanzelfsprekendheid worden, waar je het gewicht van het kwaad en ook van genade niet meer voelt en beleeft. En ik daag jullie daarom uit om in jullie gezinnen, in je huwelijk als je getrouwd bent, in kleine kringen, in kerkraden, in gebedsgroepen, in allerlei kleinere contexten waarin je elkaar in de ogen kunt kijken, desnoods online,
om werk te maken van schuldbeleiden. Van je hart openleggen, van biechten. Dat zal helpen om echt te gaan vertrouwen op die kracht van genade. Want dan ga je die kracht ook proeven. Juist in die relaties met die mensen. Omdat je met andere ogen leert kijken naar jezelf en zeker ook naar die ander. Dan komt als het ware via het lichaam van Christus, komt Gods genade naar je toe. En dan kun je vrucht gaan dragen, samen. Dan gaat de kerk bloeien. Dus dat is de eerste praktijk waar ik het vanavond over wilde hebben. Biechten, schuldbeleiden. En de tweede die ik wil noemen is eigenlijk een praktijk die direct op dat biechten volgt. En dat is de praktijk van stilstaan, van je verwonderen en van God aanbidden. Hoe kan het dat God mij lief heeft? Hoe kan het dat God bij mij wil eten? Hij staat aan de deur en hij klopt. De totale verwondering, die grenst aan verbijstering. Dat God voor degene die die spijkers door zijn polsen jassen, bidt, vergeef het hem. Want ze weten niet wat ze doen. En dat gaat dus over mij. Ook al wil ik het niet, toch gebeurt het me zomaar. Dan dendert het kwaad door me heen. En ik wil soms ook Gods genade helemaal niet. Er zit ook weerstand in mezelf, want ik wil zelf schitteren en blinken en fantastisch zijn. Maar al mijn geweld tegen God en mijn weerstand tegen God, wil Hij vergeven. Daar gaat Hij in zijn grote genade aan voorbij. Daar sterft Hij voor. Sta daarbij stil. Verwonder je erover hoe Hij jou en mij van vijand en tegenstander in een vriend verandert. En niet alleen jou en mij, ook die ander. En dat kunnen we knap ingewikkeld vinden. Vergeeft God ook hem? Haar? Weet hij wel wie ze zijn? Wat ze mij of jou aangedaan hebben? Ga stilstaan, ga je verwonderen. Weet wat jou vergeven is en loof en prijs God voor zijn goedheid. Zijn goedheid voor jou, voor die ander, voor de wereld. God laat deze stinkende, roestende, kromgetrokken planeet niet vallen. Hij vergeeft en geneest. Bizar. Maar als dat besef in je doorsijpelt, dan is dat een kracht van je welste. Die harde harten kan veranderen. Harten waarin nederigheid en dankbaarheid een hoofdrol gaan opeisen. Want genade maakt nederig en dankbaar. Er is echt geen enkele reden om jezelf op te pompen of stoer te doen. Want wie ben ik nou helemaal? Alles wat ik ben, ben ik dankzij Gods genade. Dus sta stil, prijs, loof, verwonder in kerkdiensten, in kleine groepen, thuis. Verwonder je over wie God is. En dat is ook een heerlijke praktijk in onze samenleving. Die is jachtig. Daar is altijd nog meer te verdienen of te behalen of te scoren. En dat hangt daar altijd af van jouw inzet, van jouw toewijding, van jouw energie die je erin stopt. Maar midden in die rat race, in die hectiek, sta stil. Verwonder je. Alles is al klaar. Het is volbracht. Het hangt niet van mij af. Gelukkig niet. Adem in. Adem uit. Pure genade. Door te verwonderen groeien in het vertrouwen op de kracht van genade. En iemand die ik heb leren kennen in Brunsum, Zuid-Limburg, die is wat mij betreft een voorbeeld van deze tweede praktijk. Hij heette Bas. En hij is vol verwondering over Gods genade voor hem. En we gaan kijken en luisteren naar zijn verhaal. Ik ben opgevoed met kerk gaan 2 keer, met Bijbel lezen, met gebed. Maar het was voor mij meer uit plichtsbesef om maar zijn genade te verdienen. Ik las uit de Bijbel, ik ging naar de kerk 2 keer... om maar in ieder geval
ten overstaan van de anderen nergens op, ja, tot ze me verwijten konden maken. Wat het toen voor mij betekende, het woordje genade, betekenisloos. Dat ik dacht van, de 10 geboden zijn voor iemand anders. De Bijbel is voor iemand anders geschreven. Christus is gestorven voor hem en voor haar. Kijk eens hoe zondig zij zijn. In die tijd dacht ik zelf te kunnen redden. Dat ik dacht van, ik moet het doen. En laat ik vooral mensen pleasen. Was op de begraafplaats in zijn huis Terveen. Mijn vader wilde nog één keer het graf bezoeken van zijn ouders. En daar ontstonden, we raakten aan de praat, en daar ontstonden de vragen die bij me opkwamen van, wie is Bas? Waarom ben ik? Wie ben ik? En het was geen slag bij heldere hemel of een lichtflits, nee, heel geleidelijk. De weg die Christus me uiteindelijk openbaarde, was de weg van zichzelf. Hij openbaarde zich ook en beschrijft zichzelf in zijn woord, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Was het een geplaveide weg? Zeker niet. Maar het was wel de juiste weg. Omhoog. Van horizontaal, het pleasen van mensen, naar verticaal, het dienen van God. We zijn aanbeland op de top van de Kruisberg. We hebben een hele route afgelegd. De weg is niet makkelijk geweest. Heeft energie gekost. En uiteindelijk de top. En dan komen we dan uit bij het kruis. Christus stierf al zegenend. Hij heeft betaald met zijn bloed. Voor mij. Ik had dat moeten hangen. En aan het kruis, hij riep ook uit. Het is volbracht. Ik hoef het niet te verdienen. Ik kan het niet verdienen. En dat geeft vrijheid. Dat bepaalt mijn omgang met mijn collega's. Dat het spreken over leidinggevende. Over iemand die misschien niet zo in de groep ligt. Het feit dat je over mensen spreekt. Ik heb mogen leren dat je met mensen spreekt. En ik dacht altijd, de grootste verandering zit in hem of in haar. Zij moeten veranderen. En ik heb mogen inzien, juist door die genadeboodschap, dat het ik ben die moet veranderen. Dit is misschien wat toppen van genade. Hier, als ik om me heen kijk, het wijd blik, in plaats van de vernauwende blik die ik voor mijn 30ste had, naar dit perspectief wat Jezus mij biedt, wat God mij geschonken heeft. Ja, daar word ik warm van. En dat is denk ik de werking van de Heilige Geest. Biechten, schuld belijden, je verwonderen over Gods genade, dat geeft, zoals Bas het ook zo mooi zei, het geeft perspectief. Ruimte, de werking van de geest waardoor je een ander mens mag worden. En daar gaat ook de derde praktijk over die ik vanavond met jullie wil delen. Een derde praktijk om te groeien in het vertrouwen op de kracht van genade. En die praktijk heeft alles te maken met het slot van de meeste kerkdiensten. Dan wordt er vaak een zegen gegeven. De gemeente wordt de wereld ingestuurd met Gods genade. En dat is precies die derde praktijk. Om te groeien in het vertrouwen op de kracht van genade. Ga zelf genadig zijn. Toen ik aan het begin van dit webinar mijn lelijke hart aan jullie toonde, lukte dat toen? Om genadig te zijn voor mij. Of zat je klaar met je oordelen en je gedachten? Dit is de uitdaging voor ons. Ga genadig zijn in jouw leven van elke dag. Genadig voor je partner, voor je kinderen, voor familie, voor buren, voor collega's. Genadig voor ouderlingen en dominees. Genadig voor kerkmensen. Genadig voor wie dan ook. Ga meedoen in Gods genadige werk. Laat je dus zenden, hè, als persoon, maar zeker ook als gemeenschap, voor Gods werk in deze wereld. En ga genadig zijn. Ga mild zijn. Stop met simpele oordelen. En doe dat ook juist in de cultuur, in het samenleven van de kerk zelf. Hè.
in het vergaderwerk, in al die commissies die we hebben, in het omgaan met jeugd, in eindeloos veel mailtjes die net iets te bot geschreven zijn, in de contacten bij de koffie, als dat ooit weer kan. Ga genadig zijn. Bouw samen aan die cultuur van genade. En doe dat omdat dat Gods project is. En wat is dat een bevrijdend alternatief in een wereld die vol is van onze eigen projectjes. Je geeft je aan het werk van God, aan zijn plan. En dan hoef je niet meer zelf je levensprojectje te redden. Daar kom je in de ruimte te staan, waar je er echt kunt zijn voor anderen. Wat een bevrijdend alternatief is het om zelf genadig te zijn in een wereld waarin zoveel draait om eigen gelijk, om opkomen voor jezelf, om het verbloemen van je fouten. Want je kunt keihard afgestraft worden. We leven in een wereld vol met zelfverdediging, vol eigen koninkrijkjes. Wat een kracht is het daar en wat een feest is het ook om daar genadig te zijn. Om mild te zijn. Wat een ruimte kun je dan geven aan mensen. Een ruimte die je zelf ontvangen hebt. En dat is echt een ongelooflijke uitdaging voor de kerk. Want het gaat zo tegen onszelf in. Maar de apostel die Jezus het meest expliciet verloochende, is de rots van de kerk. Weid mijn schapen, hoorde Petrus 3 keer. Jezus bouwt zijn kerk op mensen die hem verloochenen en die dat beseffen. En die vanwege genade van Christus houden. Die 3 dingen is alles wat de kerk nodig heeft. Beseffen dat jij en ik, dat wij hem verloochenen. Beseffen dat hij ons dat vergeeft en daarom van hem houden. Maar dat is echt een uitdaging om dat toe te passen. Ik hoorde van iemand, een vader, een paar kinderen, getrouwd dus, met 1 groot issue in zijn leven, porno. Een duivelse kwelling in zijn leven, in zijn huwelijk. En hij en zijn vrouw, ze praten erover, ze baden er veel voor, ze gingen in therapie, ze bezochten conferenties, ze bespraken het met vrienden, met familie, ze waren openhartig, ze leefden ermee. Ze worstelden, soms meer, soms minder. Ze vielen soms, maar kwamen altijd weer boven, samen. Die strijd met porno was niet alles bepalend. Op een dag werd zijn naam genoemd als mogelijk lid van het leiderschapsteam van de kerk. En in het nadenken daarover, van zou ik dat willen, zou ik dat kunnen, sprak hij ook met een geestelijk begeleider uit die gemeente. En hij vertelde hem van zijn pornoverslaving en van de strijd en ja, ook van het opstaan aan Jezus' hand en van hem, wat hem dat geleerd had over genade, over zich gedragen weten door God. En de conclusie van die geestelijk begeleider was, ik weet niet of je dan wel geschikt bent voor het leiderschapsteam. Zou Jezus dat ook zo ingeschat hebben? Kunnen wij in de kerk van vandaag en van morgen echt bouwen op mensen die zondaren zijn tot in hun diepste vezels? En die dat beseffen? Durven wij erop te vertrouwen dat de kracht van genade sterker is dan de kracht van trots of van porno of van egoïsme of van wat voor zonde dan ook? In de gemeente van Christus wonen de meest afschuwelijke en angstaanjagende destructieve krachten. Check de harten, check je eigen hart. En alleen dwazen denken, wij gaan die krachten er wel uitkrijgen. En nog dwazer ben je denkt als je denkt dat de kerk gebouwd moet worden op mensen die van deze krachten geen last meer hebben. Vergeet het maar, je hebt de complete Bijbel en de complete kerkgeschiedenis tegen je. Het enige wat wij kunnen doen is vertrouwen op de grotere kracht van genade. Genade in Christus. In mijn zwakheid is hij sterk. In ons zwak zijn ligt de onuitputtelijke kracht van de Heer die ons verlost. En hoe verlost hij ons? Door zelf zwak te zijn.
en zo ons zijn krachten schenkt. En dat is een onuitputtelijke kracht. Een kracht die de wereld verandert. En dat is natuurlijk een megalomane, absurde uitspraak. Ik bedoel, kijk om je heen. De wereld veranderen. De wereld genadiger maken. Dat ligt niet zo voor de hand. Maar toch, op al die plekken, in al die huizen, in al die kerken waar genade woont, waar mensen van genade leven, daar verandert de wereld. Zo krachtig. Iets met een mosterdzaadje. Met een zuurdeesem. En met een meisje. U2 zingt erover. Genade, het is de naam van een meisje, Grace. Maar het is ook een gedachte, een principe dat de wereld verandert. En dat is het. Op kousenvoeten. Zacht, lieflijk, voorzichtig. In het verborgene. Als een klein meisje, dansend, heupwiegend, langzaam, maar o zo zeker, verandert genade de wereld. En het begint in mijn hart. We gaan weer in een breakout room. Fijn dat jullie weer terug zijn. Ik hoop dat jullie mooie gesprekken hebben gevoerd en die ook meenemen naar jullie eigen gemeentes. Ik wil mijn stukje afsluiten met nog een gedeelte met jullie te lezen en nog samen te bidden. Dat is een gedeelte uit Lucas 7. Een van de fariseeën nodigde Jezus uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares, had gehoord dat hij bij de fariseeën thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanlichtbed. Ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. Toen de fariseer die iemand uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had. De een was hem 500 denari schuldig, de ander 50. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste liefde betonen? Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. Jezus zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, maar je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er velen. Want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. Toen zei hij tegen haar, uw zonden zijn u vergeven. Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf, wie is hij dat hij zelf zonden vergeeft? Hij zei tegen de vrouw, uw geloof heeft u gered, ga in vrede. Wie van de twee zal hem het meeste liefde betonen? Daar zijn we voor gemaakt, om onze Heer onze liefde te betonen. En die hoer, die zondares, is een prachtig beeld van de bruid. Die haar bruidegom de voeten kust en hem lief heeft met alles wat in haar is. Dus als wij nadenken over de kerk van de toekomst, weten wij dan met wat voor mensen Christus zijn kerk bouwt? Of zijn we als kerk een beetje als Simon geworden? Dat we Christus wel hebben uitgenodigd, maar hem niet hebben ontvangen. Ik wil met jullie bidden. Genadige God, die al onze zwakheden kent, leer ons te vertrouwen op de kracht van uw genade. Zodat wij u zien, zodat we onszelf vinden en zodat we kunnen liefhebben. En zodat de kerk bloeit
omdat zij in haar eigen duisternis iets ontvangen heeft, wat alleen u geven kan. U, de Heer, een God die liefdevol is en genadig. In de naam van Jezus Christus bidden wij. Amen. Dankjewel, Wilmer. Graag gedaan. Voor je indringende verhaal. En ik wens je veel zegen. Dank je. Op wie je bent en op wat je gaat doen. En ik hoop dat we nog veel van je mogen horen. Dank je. Dankjewel. En wij gaan dit webinar afsluiten. Het programma staat op de dia. We hebben alleen nog het Hoe Nu Verder. En het Hoe Nu Verder gaan we als volgt doen. Jullie kennen dit boekje, Geloof het Doe Je Samen. En als je het niet kent, kan je het downloaden op de website van www.kerk2030.nl. In dat boekje staan de 6 praktijken waar we deze webinarserie over houden. De eerste was vorige maand. Vandaag hebben we stilgestaan bij Vertrouwen op de Kracht van Genade. En over een maand, 1 februari, gaan we hierop door en kijken we, nou, als je vertrouwt op de kracht van genade, hoe doe je dat dan en hoe kan je dan toegewijd en heilig leven? Wouter van Velen is predikant van de Magnificat Kerk in Tiel. Die gaat ons daarin voor. Als je als kerk mee zou willen doen, als team, en je wil wat intervisie op hoe die praktijken nou in jouw lokale praktijk, in jouw lokale context, in jouw stad, in jouw wijk kunnen draaien en kunnen werken, dan kan je meedoen met een GLOW-traject. Het eerste GLOW-traject wat in maart start, daar hebben zich 10 kerken op ingeschreven. Het tweede traject wat in oktober start, 29 oktober, daarvoor kunnen jullie je opgeven. En op 17 juni is daar een informatiebijeenkomst. We hopen dat dat fysiek bij elkaar kan. Dat is afhankelijk van COVID. En anders gaan we dat ook op een digitale manier doen. Via de website kan je je daarvoor aanmelden. We gaan er nu uit met een lied. En het is het lied van U2 waar Wilmer aan refereerde. Het lied over Grace. Grace, een naam van een meisje. Maar ook Grace, het woord dat de wereld verandert. We luisteren naar Grace. Ik wens jullie een gezegende tijd. Een genaderijk 2021. En graag tot over een maand. Grace finds goodness in